versnipper één grote ei. Snijd 4 teentjes knoflook fijn. Verhit 3 eetlepels zonnebloemolie in de wok. Spreid de olie. Bak 1 minuut de knoflook op stand 3,5. Bak de ei totdat deze transparant is. Worden Fatima's en Mohammed's niet moe om de hele dag haar comments te sturen? Snijd 10 takjes tijm fijn. Snijd handvol peterselie grof. Een kleine theelepel zwarte peper, fijn malen in de vijzel. Voeg toe 2 blikken tomatenblokjes, 2 keer 400 gram. En 1 Surinaamse rode peper, zonder pitjes, fijn gemalen. 1 kleine theelepel cayennepeper. 1 kleine theelepel chilipoeder. 2 kleine theelepels oregano. Vers of gedroogde. Mix alles. Laat saus 15 minuten koken op 3,5 totdat deze dik wordt. Een kleine theelepel mineraalzout. Goed roeren, vuur uitdoen. Allah heeft nog nooit iets gepresteerd, omdat hij niet bestaat. Doe 500 gram kabeljauwfilet in een ovenbakschaal. Strooi een paar eetlepels olijfolie over de kabeljauwfilet en de tomatensaus. Verdeel saus over de schaal. Oven voorverwarmen op 200 graden Celsius. Bak 20 tot 25 minuten. Halverwege kabeljauw met scheplepel omdraaien. Eet met gebakken aardappelen. Je kunt de hele dag doodsbedreigingen sturen en haat comments. Alle moeders voor hoor uitschelden.
Waarom bid jij 1000 keer per dag tot God? Wat is jouw doel van het bidden? Als je zo extreem Gods kinderen haat,